Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Saan Fishing. We zijn op vakantie, staan in Ommen aan de Overijsselse Vecht. En we gaan de komende twee weken hier het een en ander proberen te vangen met het feedervissen. Geniet van onze vangsten. Vind het een leuke video? Geef alvast een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Kost niks. En geniet van het kijken. Later.
Weer een platte natte. Ja, prima. En we laten zwemmen. Ook een platte. Kom hier. Zo, dit is geen platte. Nee, dit is een knoepert van de winden. Mooi man. Mooi visie. Nou, ook weer zwemmen. Hoppa. Nou. En de mooie winden. Mijn dag kan niet meer stuk. Dikke 55 plussen. Slijmerige brazen. Gaan we gauw laten zwemmen. Kunnen we weer verder. Ah, weer los. Domme. Ja, je zag hem, hij was boven water.
Ja. Ja, heel gebruikt. Het is plat. Wat een kont. Ja, eentje met een nare plek op zijn kop. Nou, gaan we zwemmen. Die kant op. Ja. Voilà. En een mooie lap. Ik kan niet meer zwemmen. Dit is niet dezelfde als gisteren. Die had een, nee, die had een andere. Die had een hele zwarte plek op zijn kieuwen zitten. Die flapdrol die is dikke druk nog. Nou. Weer een grote lap. Zwemmen met die handel. Ja, deze gaat ook weer terug. Heet water in. En die is er weer. En dan gaan we nummer 4. Kak. Ja, hij zit heeft zichzelf vastgezwommen. Hij zit in. Nee, hierin ligt hier een boom. En hij is precies in die boom tussen die takken die daar uit water steken, daar is hij tussen gezwommen.
weer een bak van 55 plus. Ja, groter dan mijn net. Nee, gewoon voor in het bekkie. Voor in de lip hier zo. Meestal pakken ze altijd hieronder in het onderlipje. Ja. De slijmjurk. Nou ja, dat is ook weer een goede 55 plus. 55 centimetertjes. Nou, nummer 3. Van vandaag? Van het afgelopen uurtje. Ja, zo van de een naar de ander. Zo, nou, de vakantie zit er weer op. De caravan is leeg. Zoals je ziet, de spullen zijn letterlijk en figuurlijk gewoon in de rekken gehangen. Achter me ook, overal dozen met voer nog. Moet nog allemaal opgeruimd worden. En op de grond is het niet heel veel anders. Hey, vond je het leuk filmpje? Geef even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want het kost namelijk niks. Volgend jaar gaan we weer terug om te vissen aan de vecht sowieso. Misschien dat we dit jaar nog een keer een weekendje gaan doen, wie weet. En ik hoop je de volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van Saan Fishing. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.